Een van de allergrootste trends en daarmee ook meteen een van de grootste kansen voor jou als ondernemer is de zogenaamde deel- en lidmaatschapseconomie. Je ziet dat eigenlijk vrijwel alle meest toonaangevende bedrijven van dit moment allemaal overstappen op een lidmaatschapmodel. Dat zul je natuurlijk kennen van Spotify en Netflix en van Office en van Facebook en zelfs Domino's die onlangs met een lidmaatschap is begonnen. En het meest recente voorbeeld van vorige week, PlayStation, die ook overstapt van haar model van eenmalige transacties, waar ze nieuwe spellen voor enkele tientjes aan hun bestaande doelgroep vermarkten, constant opnieuw, stappen ze over nu naar een lidmaatschapmodel en gaan ze voor eeuwige transacties door te zeggen tegen hun doelgroep, de fanatieke gamers, maar je kunt nu voor slechts 16 euro per maand toegang krijgen tot ons hele assortiment aan spellen. Nou, en het voordeel van dit model is de kracht van stapelen. Dat je constant doorbouwt aan een wederkerend inkomen, wat elke maand groeit naarmate er meer betalende leden bijkomen. En dat geeft jou als ondernemer veel minder risico en veel meer financiële rust, veel meer financiële zekerheid voor de toekomst. Omdat je niet meer zo goed bent als je laatste project, dat je inkomsten gespreid zijn en dat je constant doorbouwt aan een echte asset die elke maand doorloopt en groter groeit, zelfs als jij als ondernemer besloten hebt om even pauze te nemen. Maar dan klinkt dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan en dat is een mooie theorie voor die grote bedrijven. Maar hoe kan jij nou precies zoiets doen? Hoe zet jij nou een succesvol lidmaatschap op? Hoe zorg je ervoor dat mensen bij jou lid willen worden en nog belangrijker dat ze ook lid willen blijven? Of nog belangrijker dat ze verslaafd gaan raken aan jouw product? En hoe kun je ervoor zorgen dat je mensen echt gaat helpen, dat ze zich onderdeel gaan voelen van je bedrijf, dat ze loyaal zijn, dat ze actief worden, dat ze fan van je worden, dat ze verslaafd raken en dat ze als ambassadeur gaan optreden om vervolgens ook te gaan zorgen voor nieuwe leden. Dus dat het van binnenuit gaat groeien en dat je echt dat warme bad creëert in je markt wat echt als een magneet voor nieuwe klanten gaat werken. Nou, dat is wat ik je in deze video ga laten zien, met daarbij natuurlijk alle kansen die er op dit gebied voor jou als ondernemer liggen, waaronder echt een belachelijke SEO-kans die je nergens anders hoort, die er echt voor kan zorgen dat je letterlijk duizenden stuks content op je website gaat krijgen, zonder dat je zelf ook maar een letter hoeft te schrijven of dat je zelf hoeft te investeren. Wij hebben hiervoor speciaal ons Huddle-systeem ontwikkeld en ik zal je kort laten zien hoe dat eruit ziet. We zijn hier aangekomen in onze Huddle, onze IMU community. En dat is een omgeving voor onze klanten, ondernemers, die met online marketing bezig zijn om ze samen te brengen, te laten connecten en ze op alle mogelijke manieren te faciliteren en te stimuleren om meer succes met online marketing te behalen. En daarvoor hebben we eigenlijk drie werelden met elkaar gecombineerd. In eerste instantie een e-learning omgeving. Je ziet hier eigenlijk digitale content zoals onze e-books en verschillende cursussen waar leden toegang toe hebben. Dus als iemand in mijn webshop een van mijn internetmarketing cursussen koopt, dan krijgen ze door de webshop die gekoppeld is automatisch toegang tot de betreffende cursus met inloggegevens, mochten ze die nog niet hebben gehad. Je ziet dat ik een aantal cursussen heb. Je ziet ook dat ik twee cursussen nog niet heb. Klik ik erop, dan krijg ik de melding dat ik naar de webshop kan gaan om die cursus aan te schaffen. En ik word dan door de webshop meteen weer teruggestuurd, automatisch. Dit vakje wordt dan automatisch ingekleurd en ik kan dan ook die cursus kijken. Maar ik kan ook klikken op een cursus waar ik wel toegang heb. We werken met verschillende levels. Dan zie je eigenlijk alle modules in zo'n cursus. Klik ik dan vervolgens op een module, dan zie ik alle onderdelen, alle contentpagina's in zo'n module. En ik kan hier rechts in beeld kan ik precies zien welke modules ik al helemaal heb bekeken en welke niet. Nou, en klik ik op zo'n contentpagina, dan zie je de daadwerkelijke content waar je video's, teksten, bijlagen, mp3's, eigenlijk alles voor een e-learning omgeving in kwijt kan. Nou, wat we daaraan hebben toegevoegd is een forum om eigenlijk alle leden een plek te geven om met elkaar in contact te komen. Dus dit is eigenlijk waar de community begint, waar we verschillende secties hebben gemaakt, waar we nieuws delen, waar onze leden inspiratie kunnen delen, successen kunnen delen, samenwerkingen kunnen starten, elkaar om hulp kunnen vragen enzovoorts. Dus dit geeft heel veel overzicht, heel veel informatie en dit is redelijk persoonlijk. En daar komt eigenlijk de volgende stap in beeld, de derde wereld, wat eigenlijk meer een social media platform is, wat je een beetje al aan de vorm geeft. Kan zien van de rode bolletjes, de persoonlijke notificaties, de privéberichten en de karmapunten waar ik je straks nog iets over zal vertellen. Zoals je ziet zijn de topics allemaal redelijk persoonlijk, zijn heel erg op de persoon gericht waar mensen in kunnen taggen, waar we op kunnen reageren, waar plaatjes in zitten. En je ziet dat we het heel clean hebben gemaakt en dat het heel erg een social media platform is en niet zozeer een traditioneel forum.
Ja, de grote kracht van Huddle is dat je een bepaalde doelgroep, dat je die samenbrengt in een online omgeving. Nou, en wij zijn niet de enigen die dat zijn gaan doen. Ik zal je een aantal voorbeelden laten zien van andere Huddles, zodat je een beetje inspiratie kan krijgen om te zien of dit ook iets voor jouw business is. Ik vind dit een heel mooi voorbeeld, het ADHD-forum van Koen Oldebeijvank. Hij heeft het gratis en openbaar gemaakt voor iedereen en hij laat het dus ook indexeren door de zoekmachines. En wat hij heeft gedaan is eigenlijk ja, mensen met ADHD of ouders met kinderen met ADHD samengebracht in een online community waar ze ervaringen met elkaar kunnen delen, waar ze elkaar kunnen helpen, waar ze ook specifieke vragen kunnen stellen. Zoals hier bijvoorbeeld op het gebied van medicatie. Je ziet verschillende topics, verschillende reacties. Wat zijn jullie ervaringen met specifieke medicatie? Zo zie je dat mensen eigenlijk met eenzelfde uitdaging of eenzelfde interesse eigenlijk bij elkaar komen en elkaar kunnen helpen. Een vergelijkbaar voorbeeld en iets wat ik ook een hele mooie community vind, is de community van de Happy Single Moms van Mira, wat eigenlijk al een beetje zegt wat het doet. Mira brengt alleenstaande moeders bij elkaar om ja, ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. En het is leuk om te zien, ik zag een berichtje van Mira voorbij komen op Facebook. Zegt, nog geen 2 jaar geleden startte ik wat later bleek te zijn een community. Ik had geen idee, ik deed wat goed voelde en wat ik dacht dat nodig was. Wat een succes, ik had onbewust een supergrote community opgezet. Een community die inmiddels uit bijna 15.000 actieve Facebook volgers bestaat. Die 50.000 keer per maand mijn website bezoeken. En waarvan ook nog eens 4.000 in een achterliggende community die actief zijn. En die 4.000 die zitten dus in haar Huddle die redelijk recent is gestart. Dus al 4.000 alleenstaande moeders die samenkomen op zo'n Huddle. Nou, een ander meer hobbymatig voorbeeld is bijvoorbeeld de breiclub van Babette Nijhoff. Zij verkocht altijd online producten, dus online breicursussen. Dus ze was al redelijk digitaal. Maar zij is overgestapt op een lidmaatschapmodel waar mensen €9,95 betalen om toegang te hebben tot haar online breiclub. En je ziet dat ze inmiddels al 721 betalende leden in dat lidmaatschap heeft. In zo'n specifieke markt, binnen Nederland ook nog. Dus je ziet dat het eigenlijk een beetje haar eigen social media platform is geworden binnen de breimarkt en dat zij veel visueler is dan de voorbeelden die je hiervoor zag. Waar de vorige Huddles die je hebt gezien best wel textueel waren, dus vragen stellen en vragen beantwoorden, is dit wat visueler. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de community van Elke voor veganisten, dus mensen die veganistisch willen leven, die dat willen leren en die dus ook recepten met elkaar willen uitwisselen, zie je hier in haar Huddle dat zij ook ja, moodboards en pinboards heeft gecreëerd voor voorgerechten, hoofdgerechten, nagerechten, soepen, voor al dat soort dingen, voor alle recepten. Dat je en de plaatjes en de recepten hebt en dat het wat visueler is dan wat je hiervoor zag. Nou, een ander leuk voorbeeld is bijvoorbeeld de community van Friends Enterprise. Een community die gericht is op ondernemers die met Facebook marketing bezig gaan. Dus dat is weer wat specifieker eigenlijk dan mijn community voor puur en alleen Facebook marketing. En hier zie je een reactie van Iris die redelijk snel kwam nadat ze gestart was. Van jee, eindelijk is het zover. Gisteren onze community gelanceerd en toen meteen al 50 bestellingen gehad. Nu in totaal 82 mensen die een bestelling hebben geplaatst en community lid zijn geworden. Dus het kan heel snel gaan met het aantal leden. Maar je kan super specifiek zijn. Geen markt is eigenlijk te klein om een community in te starten. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Formule 1 community van Stefan Noordman. Dat hij in een hele specifieke community, een hele kleine doelgroep in Nederland, eigenlijk toch al wel heel snel heel veel leden heeft gekregen. Hij deelde deze week zijn eerste kleine mijlpaaltje, zoals hij zelf zegt. Vandaag de 200 leden bereikt op de Formule 1 Place community. Tijd voor een victory coffee. Je ziet ook dat zelfs Google Plus zijn volledige focus heeft aangepast. Daar waar het eerst een social media platform was wat gericht was op profielen, zijn ze nu eigenlijk volledig gaan focussen op niche communities, op groepen waar jij onderdeel van kan zijn. En dus een hele andere focus, omdat er steeds meer vraag is naar niche communities. En dan zul je je afvragen, van waarom doe je dat dan niet op Facebook? Waarom doe je dat niet op het blauwe monster, zoals we dat noemen? Nou, Facebook heeft een aantal hele grote nadelen. Want ik ben weliswaar begonnen op Facebook met mijn community door dat in een besloten Facebookgroep te plaatsen. Alleen Facebook heeft een aantal grote nadelen. En één daarvan is bijvoorbeeld de afleiding. Dat groepen maar een klein onderdeel van Facebook zijn. En dat jouw klanten dus heel erg makkelijk weer uit je community zijn. En dus weer op andere pagina's binnen Facebook aan het rondklikken zijn. Want Facebook is echt een ecosysteem van afleidingen.
Een ander nadeel van Facebook is dat je heel veel controle mist. Je kunt je leden kan je geen updates sturen, je kan ze geen e-mails sturen, je kan geen uittreksels maken van je leden. Je bent volledig afhankelijk van wat Facebook besluit met jouw leden en met alle data te doen. Privacy heb je geen controle op en je hebt ook geen controle op hoe die omgeving eruit ziet en of die überhaupt blijft bestaan. En dat brengt je meteen op het volgende grote nadeel en dat is meteen de grote kans eigenlijk waar je op in kan spelen, is dat op Facebook bouw je niet aan je eigen platform. Je zet al je content en alle berichten die er op je forum komen, die staan allemaal op facebook.com in plaats van dat ze op jouw website staan. Terwijl als ze op jouw website zouden staan, dan zou je in kunnen spelen op een hele grote SEO-kans die er op dit moment ligt. En dat is de kans van de long tail. Want Google laat zien dat van alles wat er per jaar in Google wordt ingetypt aan zoekopdrachten, dat 70% daarvan uit de zogenaamde long tail bestaat. En dat zijn dus de wat langere zoekopdrachten. En dat zijn met name de hele specifieke vragen die gesteld worden. Google noemt dat ook conversational search. Dus de echte vragen die in Google worden ingetypt, daar zit eigenlijk alle massa, daar zit eigenlijk de trend. En daarom is Google ook gekomen met de zogenaamde featured snippets, om in Google meteen antwoorden te geven op het moment dat iemand een vraag stelt, zodat ze de gebruikerservaring nog veel beter kunnen maken. Maar het voordeel wat jij hebt, als je bijvoorbeeld kijkt naar de voorbeelden die ik je net heb laten zien, zoals de community over ADHD of de community van de Happy Single Moms, dat de meeste topics die je daar zag natuurlijk één op één letterlijk vragen zijn van een bepaalde doelgroep. Wat is jullie ervaring met dit medicijn? Hoe kan ik herkennen of mijn kind ADHD heeft? Wat doen jullie met de verjaardag van je kind en met je ex-man? Moet die dan komen, moet die niet komen? Je ziet dat al die gebruikers dus in hun eigen bewoording dat soort vragen gaan stellen en dat dat precies dezelfde bewoording is als hoe zij het in Google hadden ingetypt. En omdat jouw forum geïndexeerd kan worden door Google, als je daar zelf voor kiest, want bij Huddle kan je kiezen of je het besloten maakt of openbaar. Maar als jij ervoor kiest om het te laten indexeren, dan zul je zien dat heel veel antwoorden op dat soort vragen rechtstreeks uit jouw forum in de Google resultaten worden getoond. En dat is natuurlijk een gigantisch SEO-voordeel. En om je een beetje een beeld te geven van hoe ontzettend groot de SEO-kans dit op dit moment is, als ik kijk naar mijn eigen community, die is weliswaar besloten, maar als ik kijk wat daar in de afgelopen 15 maanden is gebeurd sinds de start. Sinds de start zijn er 9.257 topics gestart door onze leden. Die bevatten in totaal 55.115 berichten en dat is een gemiddelde van 122 berichten per dag wat geplaatst wordt. Nou, vergelijk dat eens met je eigen contentstrategie. Ben jij in staat om in 15 maanden bijvoorbeeld bijna 10.000 blogberichten op je website te zetten, waar ook nog eens 122 reacties per dag op komen om dat de komende 15 maanden vol te houden. Er is bijna geen enkele website ter wereld die dat soort aantallen haalt. En mijn eigen website ook bij lange na niet. Maar je community kan dat wel voor je doen. Dus je profiteert van die user-generated content, en dus de door je gebruikers gegenereerde content, wat ook nog eens perfect geschreven is voor het merendeel van de zoekopdrachten in de zoekmachines. Dus je hoeft ook geen keyword-onderzoek meer te doen. Je hoeft je niet meer met SEO bezig te houden, maar je zult zien dat jouw markt dus voor jou gaat werken. En dus dat zij in staat zijn om jouw complete markt, je complete doelgroep te bereiken, zonder dat jij of zonder dat zij het zelf eigenlijk in de gaten hebben. Nou hoor ik je denken van ja, zijn fora niet echt verleden tijd? Hè? Zijn fora niet al lang overleden? Bloeden die niet dood of komen ze überhaupt niet aan de gang? En natuurlijk heb je daar volledig gelijk in. Alleen wat wij hebben gedaan is dat we het gemoderniseerd hebben en dat we er een aantal nieuwe wetten op toe hebben gepast. En dat zie je bijvoorbeeld bij de Huddle van webwinkelsucces van Kees van Dijk. Je ziet dat hij ook voor een openbaar forum heeft gekozen over zijn onderwerp in combinatie met een afgesloten deel waar je alleen kan komen als jij geregistreerd of betalend klant bent. En we zagen een berichtje van hem in onze community waar hij zegt: ik heb lang nagedacht of ik een forum wel aan webwinkelsucces wilde toevoegen. Jarenlang heb ik het niet gewild. Ik was namelijk bang dat een forum niet goed van de grond zou komen. Want eerlijk, hoeveel succesvolle forums ken je eigenlijk? Toen ik gewezen werd op Huddle was ik nog niet meteen enthousiast. Wel was ik enthousiast over het aanbieden van producten en trainingen via Huddle. Dus ging ik een paar weken geleden maar eens een account aanmaken. Was ik eerst nog sceptisch over het community gedeelte, dat is wel bijgedraaid. Binnen 24 uur hadden de nieuwe leden al 100 berichten gepost. Het bijzondere was dat er gemiddeld 5 berichten per onderwerp gepost werden. Dus de leden waren elkaar echt aan het helpen. Dat is gewoon tof om te zien. Ik ben zelfs al een lunchafspraak en een Skype meeting voorbij zien komen. Al met al ben ik dus positief verrast door de verslavende werking van Huddle, maar natuurlijk ook door mijn leden.
Nou, hier zie je de grote kracht van Huddle, dat het zo is gebouwd dat het heel snel gaat lopen. Want voor Kees was het bijna letterlijk, hij zet een forum op en klaar is Kees. En vervolgens ging het automatisch forum werken. Ik zal een aantal geheimpjes met je delen die wij hebben ingebouwd waardoor dit zo goed werkt. Want zoals ik je aangaf, hebben de wetten van alle sterkste social media platformen wereldwijd hebben we eigenlijk toegepast op Huddle. Dat zie je enerzijds in de editor, dat die zo laagdrempelig mogelijk is, zodat je leden heel snel een kleine bijdrage kunnen leveren, dat ze elkaar kunnen taggen, dat ze kunnen liken, dat ze plaatjes kunnen bijvoegen waar automatisch een fotoalbum van wordt gegenereerd, maar dat je je gebruikers dus niet aan het vormgeven of bloggen of webdesignen zet, maar dat ze letterlijk in een paar seconden iets kunnen bijdragen. Of zoals je in de pinboards al zag, plaatjes kunnen delen met elkaar. Ook zag je de rode bolletjes natuurlijk al voorbij komen. Het Zeigarnik effect noemen we dat. Onze aangeboren aversie tegen onvoltooide taken. Wat je bij jezelf misschien ook zult kennen van je mobiele telefoon of je inbox. Dat zodra er een nieuw rood bolletje staat, dat je heel snel geneigd bent om erop te klikken. Omdat je alles op gelezen wilt hebben en omdat je niks wil missen. En dat hebben we ook met e-mail notificaties gedaan. Dat als iemand getagd wordt in een bericht, dat hij daar even een mailtje van krijgt, of dat je een mailtje krijgt als er iemand reageert op jouw topic of op een topic waar je zelf op hebt geabonneerd. Dat kunnen je leden allemaal zelf bepalen, maar ze worden dus wel constant via de e-mail eigenlijk herinnerd en teruggehaald naar jouw community. Daarom hebben we ook een heel ticketcenter gebouwd in jouw Huddle, zodat je een FAQ kan toevoegen en dat je je gebruikers de mogelijkheid kan geven om jou één op één vragen te stellen voor privacygevoelige vragen die niet in de community kunnen. Want je wil eigenlijk dat ze jou niet gaan e-mailen, maar dat ze teruggaan naar de community, waar ze hun vragen kunnen stellen, waar ze ook weer geconfronteerd worden met de rode bolletjes en waar ze ook met je kunnen chatten. Je kunt een live chat integreren in Huddle, zodat mensen ook binnen jouw Huddle weer met jou in contact kunnen komen, terwijl ze dus in de community zijn. Maar dit is natuurlijk de basis en nog niet heel erg spannend. Wanneer je echt succesvol wil maken, dan heb je nog een soort van secret sauce nodig. En wat moet je nou doen om mensen hooked te krijgen, zoals het beroemde boek van Nir Eyal laat zien? Nou, waar kan je dan beter van leren van de grootste hype van de afgelopen tijd? Pokémon Go, waar de halve wereld aan verslaafd is geraakt. Hoe hebben zij dat nou precies gedaan? Nou, dat hebben ze gedaan door een spelelement in hun product in te bouwen. En dat hebben wij ook gedaan in onze community. Dat we mensen eigenlijk meteen activeren om actief te worden op de community. Hoe sneller, hoe beter. Dus dat ze zichzelf gaan voorstellen dat ze daarvoor meteen karmapunten krijgen. Dus zodra je een bericht plaatst, dan krijg je karmapunten. Zodra iemand jouw bericht leuk vindt, krijg je ook karmapunten. Je krijgt notificaties. Je zult zien dat zodra je actief wordt, dat je constant gestimuleerd wordt om eigenlijk een volgende stap te zetten. Zelfs al vanaf het eerste moment inloggen, krijg je de melding dat je even je profiel compleet moet maken. Want de grote kracht of de grote geheim om iets te laten lopen is om mensen vanaf de onboarding, vanaf het allereerste moment, om ze zo klein mogelijke taken te laten doen, kleine mini-stapjes, waar ze wel direct voor beloond worden en waardoor ze gestimuleerd worden om stapjes te blijven zetten. Dus als ze hun profiel compleet maken, wat een kleine moeite is, krijgen ze meteen 100 karmapunten en snappen ze ook meteen het doel van karmapunten. En je ziet dat er ook een leaderboard staat waarin weer de meest actieve leden worden getoond. Ook hebben mensen de mogelijkheid gegeven om aan te geven wat het beste antwoord is op hun vraag. Dus hier zie je dat een van onze leden een antwoord heeft gegeven op een vraag van een ander lid. En dat antwoord is gekozen door de topic starter, dus de vraagsteller. Die heeft gezegd van nou, dit is het beste antwoord. En dan krijgt de antwoordgever weer karmapunten voor. Zoals je hier ook Jesper ziet zeggen, zegt afgelopen week 1000 karmapunten en ik zit nu al op de 1350. Gaat hard als je de juiste antwoorden geeft en mensen beoordelen hem als goed en met vind ik leuks lachen. Dus daar komt het spelelement erin. Maar je ziet ook dat mensen elkaar nu gaan helpen in plaats van dat ze gaan wachten totdat jij als ondernemer of als facilitator iedereen gaat helpen. En dat ze daar dus vervolgens ook voor beloond worden. En zoals ik al zei, is er dus een leaderboard waar mensen in kunnen zien. Maar wat zijn nou de meest waardevolle leden van dit moment? Dus erkenning speelt daar een belangrijke rol. En mensen vinden het superleuk om andere mensen te helpen, zeker binnen een bepaalde niche. En we sturen vervolgens ook weer een weekly digest rond, die ook per maand zou kunnen doen wat je wil, waar eigenlijk de meest populaire topics weer in rondgemaild worden naar alle leden, ook als ze niet ingelogd zijn geweest, waar ook weer het leaderboard in staat, zodat mensen ook weer kunnen zien van wie was nou het meest waardevol.
Om een nog bewuster spelelement in Huddle te brengen, hebben we zogenaamde challenges toegevoegd, zodat je met jouw leden eigenlijk gezamenlijke uitdagingen aan kan doen of een competitie kan starten en wat meer gezelligheid kan toevoegen. Zoals hier bijvoorbeeld de Wikipedia Challenge. Wij doen af en toe een challenge waar we wat extra informatie geven, waar we een bepaald doel stellen, waar we bepaalde prijzen voor uitreiken en waar mensen vervolgens aan mee kunnen doen. Je ziet hier aan de Wikipedia Challenge hebben 63 mensen meegedaan, 63 ondernemers die dan allemaal met hetzelfde doel aan de slag gaan en die resultaten met elkaar uitwisselen, elkaar op gang helpen, maar toch stiekem ook een beetje tegen elkaar strijden omdat ze uiteindelijk de prijs willen winnen. En per ongeluk zijn ze dan eigenlijk harder met hun business bezig dan wanneer ze dat niet aan die challenge mee hadden gedaan. Nou, en dat is ook de grote waarde van een community voor jouw business als ondernemer. Het gaat namelijk niet meer zozeer om jouw product. Iedereen kan wel producten verkopen en dozen schuiven. Het gaat veel meer om de betekenis die je klanten geven aan jouw product. Het gaat veel meer over de emotie die jij losmaakt. Dus als je zoiets hebt van ja, ik wil wel een online membership starten, maar ik weet niet of ik daar voldoende informatie voor heb, of ik weet niet of ik voldoende content heb om mensen te blijven geven, onthoud dan dat mensen komen niet zozeer voor jouw product of voor jouw informatie, maar ze komen veel meer voor de toegevoegde waarde op die informatie die jij weet te leveren. En de belangrijkste toegevoegde waarde die jij kan leveren zit hem vaak in bepaalde emoties, dus troost, steun, afleiding, entertainment of simpelweg het bij elkaar brengen van gelijkgestemden. Dus dat hebben we in onze community ook gedaan, dat we ook mensen profielen hebben gegeven die ze zelf kunnen invullen, dat ze onderling berichten met elkaar uit kunnen wisselen één op één, dat ze ook zelf groepen kunnen starten in de Huddle, dus eigenlijk een groep binnen de community. Zoals je hier ziet, de coachplek van Albert Sonneveld. Hij heeft een openbare community voor alle coaches, de mensen die daar hun vak van maken. Maar hij heeft vervolgens weer mensen de mogelijkheid geboden om verschillende groepen te openen, zodat alle kindercoaches, alle vitaliteitscoaches, alle natuurvoedingsadviseurs eigenlijk bij elkaar kunnen komen, weer in groepen die ze zelf kunnen kiezen of die open, besloten of geheim zijn. En wij zagen zelfs in onze community dat mensen daardoor ook offline met elkaar gingen afspreken. Dat hier een groep van onze IMU-leden eigenlijk samen heeft afgesproken buiten ons om, maar zichzelf wel Phoenix-gebruikers noemt. Ze zijn allemaal gebruikers van ons Phoenix-systeem en ze organiseren dus offline bijeenkomsten omdat ze ja, kennis met elkaar hebben gemaakt in die online omgeving. En dat is eigenlijk wat je wil gaan doen in jouw markt. En dat door gaat werken in je bedrijf, dat je een ja, mensgedreven merk gaat krijgen en merkgedreven mensen, dat steeds meer van jouw klanten, omdat ze bijna dagelijks actief zijn in je community en het echt een onderdeel van hun leven is geworden, dat ze daardoor heel snel de stap gaan maken naar actieve promoters en dat ze bij gaan dragen aan jouw business. En dat zie je ook in deze reactie van Vivianne. Daarnaast ben ik heel blij met de community. Ondernemerschap kan soms het gevoel geven dat je er alleen voor staat. Met deze community heb ik dat nooit dat gevoel gehad. Vanaf maart ben ik fulltime ondernemer en ben ik heel blij met deze vorm van collega's, mede Phoenix-eigenaar en team IMU, die altijd bereid zijn om te helpen, sparren en feedback te geven. En dat is precies, afgezien van de zelfpromotie, wat een beetje subtiel is misschien, wat uiteindelijk je doel moet zijn. Hè? Dat je iets creëert waar mensen zich onderdeel van voelen en dat ze het idee hebben dat ze er niet meer alleen voor staan in welke specifieke niche jij ook maar je Huddle bent gestart. Nou, om het kort even voor je samen te vatten, dit is wat je onder andere krijgt als je aan de slag gaat met Huddle. Je krijgt een systeem waarmee je je eigen Huddle, je eigen online community platform kan starten. En dat kan je op je eigen domeinnaam plaatsen, je eigen logo hanteren, je eigen kleuren hanteren en je hebt zelf volledig beheer over die hele Huddle. Nou, daarnaast is die Huddle volledig geoptimaliseerd om goed te scoren in Google, tenzij jij natuurlijk besluit om hem niet te laten indexeren voor Google. Je kan zelf bepalen of je een besloten community maakt of een openbare community of eentje die wel of niet geïndexeerd gaat worden door Google. Nou, daarnaast zitten er profielen in, gebruikersgroepen die gebruikers zelf kunnen starten. Mensen kunnen elkaar berichten sturen, er zijn automatisch notificaties. Je kunt een weekly digest aanzetten die je ook per maand automatisch kan laten versturen, waar ja, de meest populaire topics in zitten, de challenges, de leaderboards, eigenlijk alles wat er gebeurd is in je community, zodat je automatisch mensen op de hoogte houdt van alles wat ze gemist hebben. En ook met andere e-mailmeldingen, zoals nieuwe reacties en wanneer je getagd bent, dat je leden constant terughaalt naar je community, waardoor er veel meer engagement komt en er veel meer consistentie wordt opgebouwd.
Nou, die engagement die krijg je helemaal met ons gamification systeem. Met het karma punten systeem, waar ook challenges bij horen. Waardoor leden van jouw community eigenlijk constant beloond worden en getriggerd worden middels een spelelement om actiever in jouw huddle te zijn. En je kan je daar helemaal je eigen terminologie voor kiezen. Dus als jij het niet vind ik leuk wil noemen, of je wil geen hartjes gebruiken, maar andere icoontjes, dan kan je dat helemaal zelf instellen in de beheeromgeving. Dus mocht je een niche hebben waar je hele specifieke terminologie voor in gedachten hebt, dan kan je dat zelf opgeven. Nou, daarnaast zit er een uitgebreide supportomgeving in waar je een FAQ kan invullen, waar je contactgegevens kan plaatsen, waar je een contactformulier kan plaatsen wat naar jouw e-mail zendt, of waar je een formulier plaatst waar mensen privé topics mee kunnen starten, helpdesk topics die wel binnen de community blijven en alleen voor jou en de klant zichtbaar zijn. En je kan heel makkelijk een live chat integreren, zodat je ook binnen deze pagina met jouw klanten kan chatten. Daarnaast zit er ook een uitgebreide e-learning omgeving in voor al jouw digitale content, dus al jouw programma's en documenten. Je kan producten, modules, contentpagina's aanmaken en die beveiligen met verschillende levels voor verschillende gebruikersgroepen en verschillende klantengroepen. Producten die niet toegankelijk zijn voor bepaalde klanten, die het juiste level niet hebben, worden automatisch doorzichtig gemaakt zoals je hier ziet. Op het moment dat een klant daarop klikt, krijgt hij een melding dat hij het product kan aanschaffen en wordt dan naar je verkooppagina of webshop gestuurd en naar aankoop teruggestuurd naar je ledenomgeving. Het product wordt dan automatisch ingekleurd. Hij heeft meteen toegang, zonder toegang of zonder tussenkomst van jouw bedrijf of jou als verkoper. Dat is dus volledig geautomatiseerd. En je hebt ook de mogelijkheid om met content dripping te werken. Dus mocht jij een wekelijks programma hebben of een maandelijks programma of een programma waarin om de zoveel tijd wat content vrij moet komen, dan kan je dat ook instellen. Dus mocht je een lidmaatschap hanteren waar je elke maand een stukje content vrijgeeft, dan kun je dat volledig automatiseren met Huddle. Dus dat is wat Huddle in een notendop is. Het is de perfecte combinatie van een e-learning omgeving, een forum en een social media platform op je eigen domeinnaam, volledig in je eigen beheer, om gebruik te gaan maken van dit marketing zandlopen model en je business tot een exponentiële organisatie te maken. Mocht je vragen daarover hebben, aarzel niet om even contact met ons op te nemen. Voor nu wens ik je ontzettend veel succes en veel plezier toe met jouw Huddle.